Dag beste kijkers, dit is weer een nieuwe uitzending van Lokale Omroep Stijn. Ruim een jaar geleden is door Van Dalen het al onbekende theehuisje in het kasteelpark van Elslo vernield en in brand gestoken. Door de inzet van een aantal vrijwilligers en met medewerking van onder andere de gemeente is een nieuw theehuisje tot stand gekomen. Onze verslaggever en cameraman waren bij de opening aanwezig en maakten de volgende reportage. Eindelijk is het dan zover. Het theehuisje is terug in ons mooie kasteelpark. Ongetwijfeld zult u zich nog herinneren dat in maart 2015 Van Dalen het theehuisje in brand gestoken hebben. Het was een enorme teleurstelling voor al die vrijwilligers die dagelijks in het park werkzaam zijn. Maar ook voor de geregelde bezoeker dat deze karakteristieke plek voor altijd verloren beschouwd werd. Het is echter door de enorme inzet van de stichting en de vrijwilligers dat een actie werd opgezet om de financiële middelen te verzamelen om het karakteristieke uitkijkpunt weer terug te plaatsen en haar authentieke ontwerp te herstellen. Van het geheel gerestaureerde theehuisje vond plaats op 12 november. Het is voor het Limburgs Landschap heel belangrijk geweest dat we de keuze hebben kunnen maken om tot herbouw te komen. Maar wie dat gelopen is en het gevoel wat we ermee gehad hebben, dat wil ik vragen Ger Frenk het woord te nemen. Om even het Limburgs Landschap wat te vertellen hoe een en ander bij ons beleven is. Ja, een dikke woord. Hey, dankjewel. Ja, ook namens mij allemaal hartelijk welkom. Ja, als ik dan hier sta, dan gaan mijn gedachten onwillekeurig toch terug naar 2014, toen we met een zonovergoten dag hier zaten met de notaris en onze oud-voorzitter en burgemeester hier de overdracht tekende. En die foto die kwam vervolgens weer in ons tijdschrift te staan. En hoe groot was toen de deceptie eigenlijk, de theekoepel letterlijk in as erbij lag. En we dachten, jeetje, waar zijn we nou in terechtgekomen hier in Elslo. Maar wat ons zo opbeurde was dat we datzelfde gevoel hier van de mensen betrokken bij het park, maar ook bij de bewoners kregen. En dat al heel gauw de schouders eronder gezet werden, een actie gevoerd werd, de buurt rondgegaan werd, sponsoren aangeschreven. Wat er stond was een heel mooi huisje, maar dit heeft het weer helemaal. Wat kan je van het theehuisje vertellen? Op de eerste plaats, veersachten nooit theehuisje, veersachten het zomerhuisje. En het zomerhuisje wordt het centraal punt van het park. Het is geboet door de Jurgens als uitzichtspunt. Ja, nu is het nog een uitzichtspunt, ja, het gewoon over het Maasdal, alleen in de winter. Wat is namelijk gebeurd? De jongeren hebben ze de kanalen aangelegd en hebben ze kanendaalders langs gezet.
En achter ons, dat wordt nog het belangrijkste, dat wordt de skihelling, dat wordt de sleehelling. Alleen hebben ze in de jaren 90 hebben ze gemeente het park te moeten restaureren op een manier die niet gans authentiek wordt. En die hebben de onderste gedeelte van de berg weggegraven. En tevens eigenlijk de kans voor de jeugd voor schitterend te sleien is toen ook afgegraven. Dus eigenlijk wil ik zeggen, het tjahuusje wordt het enige wat stabiel wordt gebleven in deze gans omgeving. Ik ben heel erg blij dat het tjahuusje weer terug is. In deze vorm zeker, want het is inderdaad gans wie het oorspronkelijke boed is. En ik hoop nog tot voor de komende generaties nog heel lang het tjahuusje zal blijven staan, tot de stad bespaard blijft. En ook tot de omgeving nog heel lang zo schitterend intact blijft als het nu is. Want vergeet niet één ding. Iedere boom hier is gemiddeld 100 jaar oud. Als ze hetzelfde wilt hebben als ze nu hebben, kunnen ze zeker dik 200 jaar aan het wachten. Dus het is aan ons voor dat te bewaren. En ik vind het ook prachtig dat het Limburgs landschap door een partner is en ons door dikke dunheid steunen en steunt. Dat is even aan het huisje. En ik hoop dat we als Eelse door nog jaren met kunnen genieten van ons park. In het verre verleden werd in dit huisje thee geschonken en konden de adellijke dames gezellig keuvelen en genieten van het prachtige uitzicht over de Maas. Bij de heropening werd dit op een ludieke wijze nog eens overgedaan. Jo en ik in de studio van de lokale omroep en toen waren we in het programma Focus. Ja, toen vertelden we van, god, het theehuisje is afgebrand, we moeten er allemaal gaan doen. Toen dat het wordt er hout gekapt en er wordt nog geld mee verdiend. Jo, ondertussen nog heel veel acties geweest. Ja, dat is het nuttige gedaan. De showers hebben verdrongen gezet met een aantal clubs. Onder andere uiteraard het Limburgs landschap, de eigenaar. Maar ook de parkcommissie die een grote rol gespeeld heeft. De sponsorcommissie van het landgoed en de NV Theodora. We hebben gezamenlijk opgetrokken en uiteindelijk steeds het resultaat er nu. Met dank aan de Ludie die ze allemaal voor ingezet hebben. Ja, ik denk inderdaad dat het, ik wou bijna zeggen, typisch Elsloos was. Wie men zich door de showers onderin geduwd heeft. Ja, typisch Elsloos als het nu gaat afgenomen wordt en dat vonden ze wat wordt zwaar ervaren. Er wordt verschrikkelijk gevonden dat dat theehuisje weg wordt. Toch een symbool eigenlijk van Eelse. En dan zie je, dan kun je los in die gemeenschap. Dan zet zich iedereen erover in. En ja, het is toch leuk om de centen bijeen te krijgen. Nogmaals met steun van die vrijwilligers die er allemaal bij betrokken zijn. En natuurlijk ook, nogmaals, ook dat Limburgs landschap die zich ook voor ingezet heeft. Om weer dat huisje hier terug te krijgen. Typisch Eelse, ja. Ja, en het wordt niet alleen een kwestie van geld bijeen krijgen. Hè? Want ik heb op een gegeven moment in het begin van de zomer bericht van de gat van Piet. In september dat gaan veropenen. Maar verstaan je nu 12 november. Er is toch wel weer tussen het een en ander misgegangen dan. Nou, niet misgegangen. Maar we hebben toch ervoor gekozen om het zo origineel mogelijk. Vanaf de eerste foto's die bekend zijn, wie het 150 jaar geleden wordt, om het zo te maken. Dat betekent weer dat er weer gaat meer kosten bij komen, maar ook dat het allemaal houtsnieuwwerk en zo gaat wat nu eraan zit. Dat kost natuurlijk ook wat iets, moet nog aanbesteed worden dan, want ja, dat werd er ook allemaal bij. En vergunningen het vrij snel gelopen moet ik zeggen, gelukkig wel, want nog door de gemeente gratis ter beschikking gesteld, dus dat is dan nog weer ja, metgenomen. Dat. Maar het staat er nu allemaal en wat lang duurt is meestal ook beter als dat vlot neergezet wordt. En het is dan niet gans afgewerkt, het moet nog geschilderd worden, dat gaat op het vuurjaar gebeuren. Maar dan staat er weer een prachtig theehuisje in Eelse. Ja, ik wou zeggen, het ziet er nu nogal een beetje witjes uit, maar het wordt groen. Het wordt meer groen natuurlijk, de precieze kleuren weet ik ook niet, maar aangepast aan de natuurlijke omgeving hier. Dus het is nu allemaal grondverf wat erop zit. Maar goed, wou toch dat er een officieel moment komt. Het staat er weer, iedereen kent er zijn. Park en Eelse heeft weer dat element wat het toch ook verdient. Goed, joh, dan hoop ik wel dat we hier niet meer over terug te komen om te vertellen van de rest wat gaat met de theehuisje. Maar dat het nu ook echt zo staat en dat er nog een hele lange tijd zou mogen blijven staan. Dat hopen we ook, maar dan moest ook niet bang zijn dat ze alles in de fik gaan steken of wat dan ook, dan kent ze niks meer. Moest nooit bang zijn, gewoon alleen dat u een gezond verstand gebruiken. En daar wordt het gesignaleerd kunt worden, dat u de ogen opletten en dat tijdig aangeven. En dat vandalisme wat in dat park is, dat moeten we toch sowieso vanaf. En dan moet we ook natuurlijk erop rekenen dat dat gehandhaafd wordt. Want het is een prachtige omgeving, waar we allemaal goed van kunnen profiteren. En vandalisme hebben we hier niet nodig. Jo, bedankt voor de woorden en fijne middag dadelijk. Dank nog. U wel. Hè.